Ja, zo dames en heren kunt u gaan kijken naar het optreden van het derde jeugdorkest vanavond alweer. Het gaat dus goed met de jeugd en de muziek in de regio Den Haag. En daar zijn ze bij Metro ook zeer verheugd over, want al een jaar of twee zijn ze aan het werken met deze jonge muzikanten in de jeugdhulpfanfare Metro. En Metro, deze jeugdige muzikanten, die zijn ook al sinds januari bezig met hun eerste show. Een nieuwe show en hun allereerste show die ze als jeugdorkest spelen. Nou droomt iedere artiest ervan om ooit in een groot stadion of bijvoorbeeld in Ahoy te staan. En wat overkwam de jeugdhulpfanfare Metro? Zij stonden vorige week in een uitverkocht Ahoy. En niet zomaar, zij stonden in het voorprogramma van de Nationale Militaire Taptoe. En al die dagen dat die taptoe wordt gehouden, wordt er in het voorprogramma een jeugdmanifestatie gehouden, waarin iedere keer een ander jeugdkorps uit Nederland mag optreden en ook gesureerd wordt. En Metro behaalde daar een zesde plaats van de negen deelnemers. Dat is een hele knappe prestatie als er zo'n jaar bezig bent. En de show, dames en heren, die zijn in Ahoy prachtig, die gaan wij vanavond hier ook zien. Het arrangement van die show is van algemeen instructeur Marcel Schoonen. De choreografie is van Shirley Spaans en Kees Spaans. En het orkest dat staat onder leiding van Demi Bos. Dames en heren, hier is de jeugddruk van Vader Metro Scheveningen met de show Kids First Music Choice.
Ja, dames en heren, dit is een beetje een bijzonder moment. Want er gaat iemand uit het jeugdorkest afscheid nemen. Maar dat is niet zo heel erg. Want hier zijn ze heel blij mee bij Metro. Dit is namelijk waar ze het allemaal voor doen om weer nieuwe muzikanten te krijgen, ook in het grote orkest. Het is namelijk Lins Buitenhek die gaat verhuizen van het jeugdorkest naar het grote orkest. En dat betekent dat de ballet plaats moet maken voor de band. En zo zie je maar dat het niet voor niks is dat je jeugdige muzikanten opleidt. Die pet past prima en we zien haar snel terug in het grote of seniorenorkest van de show en drum van Varen Metro. We gaan nog iets doen, dames en heren, bij deze jeugdige leden. We gaan ze namelijk allemaal een medaille onthangen. En dan zou ik zeggen, waar hebben ze dat al verdiend? Het is zo dat we straks aan het einde in de finale alle deelnemende orkesten gaan voorzien van een aandenken. En juist ter stimulering voor de jeugdige muzikanten heeft de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen bedacht om alle jeugdorkesten een medaille te geven. Dat is wat leuk als zo'n tegeltje van het orkest. En dat is natuurlijk een stimulering om blijvend muziek te maken. Alleen de jeugdclub van Varen Metro staat straks niet in de finale bij, dus zij krijgen vast deze medaille als stimulering van blijf vooral muziek maken, gezellig leven in het orkest. En die medaille is straks natuurlijk ook voor de andere drie jeugdorkesten, want die krijgen hem tijdens de finale. Olie.